In deze video gaan we weer kijken naar numeriek modelleren, maar dan met een andere beweging dan in de eerste video, namelijk een versneld, eenpaar versnelde beweging, zo moet ik het zeggen. In de eerste video hebben we de basics gekeken van numeriek modelleren aan de hand van een hele simpele beweging, een eenpaarige beweging. En nu gaan we iets meer de complexiteit in. Hoe zit het met een eenpaard versnelde beweging? Nou, als denkbeeldige situatie heb ik de volgende situatie. Stel, ik laat een steentje vallen van de Euromast, 105 meter hoog. En ik wil weten hoe ziet die beweging eruit uh, van het moment dat ik hem loslaat tot het moment dat hij de grond raakt. Moet ik meteen al even oppassen en ik heb dat rechts uh, geschetst, want mijn euromast is 105 meter hoog. De val zal naar beneden gaan, dus de hoogte van het steentje moet ook afnemen in de loop van de tijd. En uh, ik moet er rekening mee houden dat de versnelling die het steentje ondervindt, en dat is natuurlijk de valversnelling g, dat die een negatieve waarde heeft. En ik moet dus ook in mijn model en in mijn formule, als ik dat in een formule wil uh, uitdrukken, rekening houden met de negatieve waarde van g. Eerst even in formulevorm: is dit analytisch op te lossen? Uh, ja, het antwoord is ja. Je kunt deze vergelijking afleiden aan de hand van deze situatie. En dan blijkt dat je eigenlijk uh, zonder enig probleem precies kunt uitrekenen op elk gewenst tijdstip tussen 0 en het moment dat je op de grond valt, hoe groot de hoogte is van dat steentje. Maar toch wil ik ook kijken of ik deze situatie kan modelleren. Kan ik een eenpaarsnelde beweging modelleren? Nou, daar gaan we even naar kijken. Dit is weer het standaard model of standaard vorm van uh, hoe je een model presenteert. Een tekstmodel, links de modelregels en rechts de startwaarde. Nou, over de startwaarde ga ik niet heel veel vertellen. Je ziet dat alles wat ik net als uh, situatie had beschreven erin terugkomt. Uh, we gaan eens kijken naar hoe het model eruit ziet. En het model ziet er iets complexer uit dan het model in video 1. Want ik heb nu niet alleen de plaats die verandert in de loop van de tijd, maar ik heb ook dat de snelheid verandert in de loop van de tijd. De snelheid neemt toe in negatieve richting, want hoe langer het steentje valt, hoe groter de snelheid naar beneden zal zijn. Laten we eens even kijken hoe het model eruit ziet. In de eerste twee stapjes reken ik uit wat mijn nieuwe snelheid wordt in de volgende tijdstap. En daar heb ik een andere grootheid bij nodig en dat is de versnelling. En die is natuurlijk constant, want ik verwaarloos hier luchtwrijving. Dus ik gebruik voor versnelling de waarde min 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Als ik de nieuwe snelheid heb berekend in mijn nieuwe tijdstapje, dan kan ik ook die nieuwe snelheid gebruiken om uit te rekenen hoe groot dan de verplaatsing is geweest gedurende deze tijdstap. En ik krijg dan ook een nieuwe plaats. Tot slot moet ik natuurlijk ook hier weer zeggen wanneer ik wil dat het model stopt. En nou, dat is vrij logisch denk ik. Het model mag natuurlijk stoppen wanneer de steen de grond heeft bereikt. Nou dit is het model. Een vrij standaard model van een eenparige uh, versnelde beweging. Hoe zien nou de meetwaarden hiervan eruit? Nou gaan we eerst even kijken naar het uh, analytische resultaat. Dus uh, wat krijg ik als ik de vergelijking zou uitzetten in een grafiek? Nou dan krijg ik deze oranje lijn. En die loopt tot aan uh, het punt dat uh, i 0 is. En nou, dit uh, ziet er bekend uit: het is een, uh, een parabool. Mijn numerieke model geeft mij de volgende waarde. De dikke stippen zijn even de, de waarde van het numerieke model. Ik, heb, ik had als tijdstap 1 seconde. En ik krijg dus elke seconde een nieuwe waarde voor mijn hoogte i. En we kunnen hier meteen drie opmerkingen bij maken. En opmerking 1 is natuurlijk een logische, ik heb eigenlijk best wel weinig puntjes. Ik kan wel iets zeggen over de plaats van het steentje op elke hele seconde, maar wat er nou tussen elk uh, meetpunt gebeurt, weet ik niet. Want uh, daar kan het numerieke model mij niets over zeggen. Het tweede opvallende punt is dat ik zie dat het steentje niet bij 0 stopt, maar bij een waarde van ergens rond de min 40 meter. En dan stopt het model pas. Um, dat is gek, en we gaan daar ook kijken of we dat kunnen oplossen. En het, het derde opvallende punt is misschien nog wel het belangrijkste. En dat is dat mijn eh, waarden uit het numerieke model niet overeenkomen met de waarden uit de vergelijking. Nu kunnen we wel ervan uitgaan dat die vergelijking klopt. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat onze numerieke waarde, ons, ons model, niet klopt. En we gaan dadelijk eens kijken of we onszelf kunnen uitleggen waarom. Dit numerieke model niet klopt, want uh, het blijkt namelijk iets te zijn waar je niet omheen kan. In bepaalde situaties kun je nooit met het numerieke model precies dezelfde waarde en dus ook precies de goede waarde vinden als uh, met een uh, vergelijking. Nou, laten we eens dus, uh, gaan kijken of we dat kunnen verklaren. Dat gaan we doen door te kijken naar de snelheid in de loop van de tijd. Nou, daar kun je natuurlijk ook uh, een vergelijking voor opstellen. Het is een versnelde beweging, dus als je de snelheid in de loop van de tijd uitzet, dan krijg je een rechte lijn. En omdat de snelheid ook negatief is, het, balletje, of het steentje valt naar beneden, krijg ik dus nu ook een grafiek die uh, negatieve waarde voor de snelheid heeft. Onze numerieke waarden zien er zo uit. En nu zul je zeggen, ja, dat, uh, dit komt perfect overeen en dat klopt ook. Uh, de numerieke waarden voor snelheid zijn precies hetzelfde als de analytische waarden voor snelheid. Maar toch gaat er hier iets geks gebeuren en daar moeten we eens even goed naar kijken. Want we gaan natuurlijk telkens deze snelheid gebruiken om de nieuwe plaats uit te rekenen. En daar gaat structureel iets mis. En het heeft te maken met het volgende. Het heeft ermee te maken dat het numeriek model gedurende een tijdstap de uh, grootheden altijd constant uh, houdt. Men, uh, het neemt aan dat de grootheden tijdens de tijdstap niet veranderen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus op het moment dat je bij de eerste berekening uitrekent wat is de snelheid na 1 seconde, dan neemt het uh, model ook aan dat die snelheid, het steentje al die snelheid heeft uh, vanaf tijdstip t is 0 seconde tot tijdstip t is 1 seconde. Je krijgt ook hier weer zo'n trappetje die je ook in de eerste video uh, zag. En voor de snelheid blijkt dat niet heel veel uit te maken, want die puntjes liggen nog steeds mooi op de lijn. Maar wat nu als je de snelheid gaat gebruiken om de nieuwe plaats uit te rekenen? Ja, dan gaan we eventjes één eigenschap van een VT-diagram bijhalen. En dat is namelijk dat het oppervlak tussen de grafieklijn en de x-as altijd gelijk is aan de verplaatsing van het voorwerp. En bij onze analytische benadering heb ik dat hier weergegeven als de oranje driehoek. Het oppervlak van die driehoek is de verplaatsing van de steen gedurende die 5 seconden. Maar het numerieke model werkt niet met zo'n driehoek, maar die werkt eigenlijk met uh, uh, rechthoekjes. Want gedurende elke seconde houdt het de snelheid constant. Dus je krijgt uh, niet één driehoek, maar vijf uh, blokjes die je bij elkaar optelt. En dan krijg je ook de verplaatsing. En dan krijg je natuurlijk met het volgende te maken. Ik heb het hier al meteen eventjes aangegeven. De grijze, uh, grijs gearseerde oppervlaktes, die neem je eigenlijk als te veel mee in het numerieke model. Het numerieke model zal dus in deze situatie altijd te veel verplaatsing uh, geven. Meer dan dat er eigenlijk is. En dat heeft dus puur te maken met dat het uh, de, de situatie ophakt in tijdstapjes en gedurende elk tijdstapje de grootheden constant houdt. Nu is uh, de vraag hoe kunnen we dit probleem uh, niet oplossen? Want eigenlijk kun je dit niet oplossen, maar hoe kunnen we het probleem wel verkleinen? En dat blijkt een hele mooie en ook een hele simpele oplossing voor te zijn. En die oplossing geeft ook meteen uh, een oplossing voor de andere twee geschetste problemen. Daar zal ik zo op terugkomen. Maar de oplossing is als volgt. Ik ga gewoon heel simpel de tijdstap kleiner maken. De tijdstap delta t kleiner maken. Want als ik de tijdstap kleiner maak, ik heb het hier even geschetst in de tweede seconde, stel ik heb in de tweede seconde een kleinere tijdstap, dan krijg ik dus uh, uh, meer berekeningen gedurende die tweede seconde. Ik krijg meer waarde voor v, maar ik zie ook dat uh, die overschot die er nog steeds in zit, nu een stuk kleiner is in de tweede seconde dan in de eerste seconde. Want die drie kleine oppervlakjes bij elkaar. Die hebben echt niet zo'n groot oppervlak als dat ene oppervlakje bij die eerste seconde. Dus ik verklein mijn afwijking met uh, de analytische methode door die tijdstap kleiner te maken. Nou, een derde voordeel is dat je dan ook niet meer krijgt dat een steen uh, 35 meter diep zit uh, voordat het model stopt. Want als de tijdstap kleiner is, heeft hij ook minder tijd om uh, diep in de grond uh, te vallen. Nog wel even een uh, zijopmerking. Of je nou heel veel of heel weinig meetpuntjes hebt. Je moet rekening houden met het volgende als je een stopconditie uh, definieert. Uh, de kans dat je een meetpunt hebt, precies op een bepaalde waarde, is eigenlijk zo goed als 0. Dus je moet nooit zeggen ik wil dat het model stopt als i is 0. Uh, want die kans is dus heel klein. Maar uh, je moet eigenlijk altijd zeggen ik wil dat hij stopt als i kleiner of gelijk is aan 0. Maar hij zal altijd een beetje doorschieten het model. Maar uh, als je klein of gelijk gebruikt, dan stopt die bij de eerste beste moment uh, dat jouw stopconditie is, uh, uh, ja, uh, dat voldaan is aan jouw stopconditie. Zo moet ik het zeggen. Dus uh, de oplossing is, maak kleinere tijdstapjes. Heeft dat ook een nadeel? Uh, dat heeft zeker ook een nadeel, zeker als je uh, wat complexere modellen hebt. Kun je niet ontzettend kleine tijdstapjes nemen, want kleinere tijdstapjes betekent ook een langere rekentijd. Dus het is altijd een afweging die je maakt tussen hoe lang wil ik dat de computer rekent en hoe nauwkeurig wil ik dat uh, de meetwaarden zijn. Nou, hoe ziet dat er dan uit als ik uh, hetzelfde model laat draaien met een tijdstapje van 0,01 seconde? Ik heb hier uh, beide uh, grafieklijnen over elkaar heen gezet en je ziet eigenlijk vrijwel geen verschil. De ene, het oranje is weer de analytische uitkomst en het witte, wat je er doorheen ziet, is de numerieke uitkomst. En daar zit vrijwel geen verschil in. Ik zoom nog heel eventjes in rondom het punt dat de steen op de grond valt. Dat is naar ergens tussen de 4,62 en 4,63 seconden. En hier zie je dan wel, ja, je ziet dat er altijd wel een kleine afwijking is in de orde van 20 centimeter. Tussen uh, beide methoden en je ziet natuurlijk ook dat uh, je altijd krijgt dat die steen wel een bepaalde diepte in de grond zit in een numerieke model voordat je numerieke model uh, is gestopt. Want je ziet dus dat uh, na 4,62 seconden de stopconditie nog niet voldaan was. De hoogte i was nog groter dan 0 en na 4,63 seconden dat was dus de eerste waarde dat ik een negatieve i had en toen stopte het model ook.